sorry. Hey jongens en meisjes, ik ben terug van weg geweest. Ik heb een tijdje niet geüpload, daar leg ik nu zo dadelijk uit. Maar hey, ik heb 200.000 abonnees behaald, dus dank jullie wel. En in principe moet ik heel veel dingen aan jullie vertellen, aangezien ik toch wat dingen heb meegemaakt. En eerst en vooral, sorry, ik weet dat ik er begaaid uitzie, maar ik kom net, echt net terug van Pukkelpop. En voor mensen die niet weten wat Pukkelpop is, het is een festival. Ik was daar 4 dagen lang mee aan het begaaien, dus ja, ik ben niet helemaal 100%, sorry. In ieder geval, vandaag ga ik een redelijk oud spelletje spelen, genaamd Rainbow Six Siege. Ik heb er vroeger wel eens geüpload toen ik nog vrienden had, en dat was altijd dolle pret. Oh nee, je kunt als last live. Ja, nou. Quint, ik moet nog 2 enemies killen. Fuck dat niet op, oké? Quint, alsjeblieft. Quint, was echt... Oh, kijk, mijn been. Oh! Doe je dat, man. Volgende keer best. Maar hey, tegenwoordig heb ik geen YouTube-vrienden meer, dus ga ik het vandaag alleen moeten spelen. Maar hey, als je zelf een YouTuber bent of gewoon iemand kent die geïnteresseerd is in een samenwerking met mij, stuur dan een mailtje naar KASTIOP zoek vrienden voor op YouTube, want hij anders veel te alleen is en helemaal niet creatief genoeg is voor video's @gmail.com. Dankjewel. Nu even heel serieus, de reden dat ik dit spelletje weer vandaag speel is omdat het laatste tijd echt op YouTube terug booming is aan het gaan. I don't know, iedereen speelt het tegenwoordig weer en dat is gewoon echt letterlijk gewoon, what the fuck. Ik merk het nu pas, ik heb dit spel al lang niet meer gespeeld of whatever, ik was er niet echt geïnteresseerd. Maar ik heb nu net ontdekt dat dit spelke na 2 jaar constant nog steeds wordt geüpdate. Gratis DLC's worden weggegeven en weet ik veel wat. En mensen speelt nog steeds, dus hey, ik moet het ook checken. Call of Duty wordt toch nog amper bekeken, dus ik moet een nieuw spelletje zoeken om me te amuseren. Dit is trouwens de allereerste keer ooit dat ik een game video opneem hier bij mijn moeder. Want zoals je ziet, ik heb een heel andere setup dan normaal. Of ja, niet dan normaal. De setup waar ik de laatste weet ik veel weken in woon. Maar ik weet niet, ik vind het een beetje fucked up om hier op te nemen. Het is een appartement, iedereen me kan me horen, weet ik veel. Er is vies veel gaande op de straat daar. Like, what the fuck? Als je het nog niet zou weten, ik woon in Hasselt. En om de 7 jaar zijn het hier een of andere Virga Jessa feest. Vraag me niet wat dat is iets met Maria of zo. I don't fucking know. Waarschijnlijk krijg ik nu allemaal haat van bejaarden die in Hasselt wonen, die nu vinden dat ik niet Hasseltwaardig ben of whatever, omdat ik niet af weet van de Virga Jessa feesten. Maar het is al 3 weken aan de gang dat er zondag elke dag een stoet komt met allemaal weet ik veel bejaarden die liedjes zingen, maar het ziet er echt raar uit, want er zijn allemaal mensen met zo van die stokken, weet ik veel. En ik weet niet, als ze doorkomen lijkt het alsof dat een of andere KKK-klem voorbij kan ofzo. Sorry dat ik het zeg. Ik vind het allemaal, oh godverdomme, ben ik nu al down, serieus. Ja, zo te zien ben ik hier tering goed in. En als je het principe nog niet zou snappen, het is heel simpel. Het is een soort van search and destroy. De ene keer moet je een bom verdedigen, de andere keer moet je een bom weer veel aanvallen. Hoe noemt die shit? Sorry, ik heb momenteel echt een IQ van 60 of zo na 4 dagen te feesten. Hoe noemt zo'n ding? Ik weet zelfs niet meer waar ik over was aan het praten, maakt niet uit. En ik vind het zo awesome aan deze game. Luister, deze game is al 2 jaar oud, maar kijk hoe goed die shit eruit ziet. Maar ja, ik ga me beter moeten concentreren, anders kijk je zelfs dood. Holy fucking shit, daar komt er een. Oké, ik ga die pakken, ik ga die pakken. Waar is die? Daar is die motherfucker, you go down. Oké, nu moet ik even opletten, I'm on a roll, baby. Ik heb een fucking dikke kater, maar ik knal u helemaal kapot. Oké, kijk, hier komt mijn moment, Nee, godverdomme, die zit daar schuil achter een raampje. Oh shit, die zit daar nog steeds, Wat zou ik doen? Wat is dit? Oh my fucking god, ik heb een shield. Oh fuck, ik ben dood. Wat een tyfus, joh. Nu, by the way, dit weekend, vanaf donderdag tot en met zondag, dus donderdag 24 augustus tot zondag 27 augustus, kun je dit spelletje gratis spelen. Dus ik zou zeggen, als je dit weekend niks hebt te doen, stuur me op Twitter of zo dat je het wilt spelen. En wie weet speel ik het wel nu. Ik speel het wel op de PlayStation, maar je kunt het spelen op de PC, op de Xbox, op alles gewoon. En ik ken geen scheid van deze maps, omdat ik het zo weinig speel. Dus ik weet geen fuck van wat ik moet doen. Ik ga proberen hierop te kruipen. Ik weet niet of dit een heel goed plan is, maar we zien gewoon wel. Godverdomme, waar de fuck komt die vandaan? What the fuck, AC heeft mij gekild of zo, die kletskop. Als ik het goed heb, is dit de laatste ronde. Als we deze winnen, dan wint mijn team. Terwijl ik eigenlijk zelf geen kudde buiten gehaald. Maar oké, I gotta concentrate on that shit. Oh, what the fuck, is er een? Ja. Fucking get down. Oké, we moeten weg. Holy shit, ze zitten achter mij aan. What the fuck. Wat daar is er een met zijn shield van de lafaard. Nee. Allee, joh. Non de Jew, man. Hoe kan hier al een van ons teams in dood gaan? We zijn nog niet eens binnen. Oh fuck, zou ik het hier... Oh, what the fuck? Ik heb een of andere laserbril. Oh my fucking god. Dit is some high-tech shit. Ik weet niet wat dit doet, maar ik vind het helemaal geweldig. Ik voel me helemaal de Terminator. Ik zie die shit door de muren. Oh fuck, oké, daar is niet... Oh fuck, heeft me geraakt. Oké, ik heb die kutbril afgezet, want het hielp niet echt. Ik ga dit hier gewoon laten ontploffen. Fuck it, ja. Bonsai! Is hem binnen? Nee, hij is niet binnen. Oh, jawel, daar is er een. Allee, joh. Ik suk hier echt in. Ja, en wij zijn verloren. Lekker hoor. En ik merk net dat ik nog niks heb verteld over Pukkelpop. Ik ben helemaal afgeweken van mijn verhaal. Dus zoals Pukkelpop, ja, het was leuk, maar het was wel slechter dan andere jaren. Ik bedoel, tuurlijk, ik heb me keihard geamuseerd, maar andere jaren waren het echt dikkere namen. Dit is al de 4e keer dat ik ben geweest, dus ja, ik weet niet. Dit jaar was ik gewoon een klein beetje teleurgesteld. En check hoe fucking prachtig dit huis is gewoon. Ik wil hierin wonen. Maar hey, ik heb me dus geamuseerd, misschien ietsjes te veel, want holy fucking damn, toen ik deze ochtend mijn bankrekening checkte, werk helemaal gewoon depressief. Voor mensen die nog nooit naar een festival zijn geweest, festivals zijn gewoon heel duur. En een bolletje op Pukkelpop kost bijvoorbeeld 3 fucking euro. En besef dan, als je iets wilt eten, een kebab bijvoorbeeld, fucking 15 euro kost wel lekker. Dat is niet meer menselijk, maar ja, toch kopen mensen het gewoon. En ik ook. Ik heb veel te veel kebabs gegeten en churros en weet ik veel wat nog allemaal. Maar ja, ik heb nu ook alweer uitgescheten, dus mijn geld is weg. Oh nee, fucking shit, wat gebeurt er hier? Oh my god, er was... Oh! Ja, ik heb hem. What the fuck gebeurde er? Oh, oh, oh. Ja, what the fuck? Dus ja, wat ons kan zeggen, op festivals zelf zijn daar voor eten en drinken gewoon ongelooflijke prijzen. En je denkt bij je eigen van, waarom de fuck zou ooit iemand 15 euro voor een kebab uitgeven? Of 6 euro voor een fucking magnum ijsje? Maar ja, toch doe ik het en doet iedereen het. Want op dat moment denk je van, ah, 15 euro voor een kebab, ik kan er wel mee door, zeg. Maar damn, als je dan terug thuis komt, ben je helemaal depressief, zoals ik nu. Ik ben gewoon blut op dit moment. Maar oké, gotta concentrate on my game. Sorry, maar ik kan dit blijven zeggen, dit spel ziet er gewoon fucking prachtig uit. Kaboom, bitch. Holy fucking shit, wat is hier allemaal aan de hand? Koekoek. Oh, fuck, daar is er een. Oké, het is hier niet veilig, het is hier niet veilig. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik zit hier in... Oh! Ja, ik heb erin, ik heb erin. Let's fucking go. Yo, what the fuck heeft die voor een wapen? Wat voor rare shit kunt je hier hebben? Dit schilderij mist iets. Wacht even. Oh, godverdomme, ik wou er wel even tepels geven. Dit is volgens mij echt de beste simulatie die je kunt hebben van echt in een leger of whatever zitten. Want dit spel is zo intens. Je moet echt letten wat je doet. En het is echt zoals in het echte leven. I don't know, ik voel me gewoon helemaal een soldaatje. Ho, 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 ho. Hoppa, nog een. Fuck, 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 die had ik niet gezien. Ik ben een leven. Kan ik zo'n ding gooien? Ja, ontplof. Nee, dat is prikkeldraad. Nee, ontplof ding. Oh, fuck. Godverdomme, ik kon die hebben, maat. Ik zweer, ik hoorde die C4 voor band tegen zijn gezicht, maar ik hoorde prikkeldraad ervoor. Oh, zie me hier klungelen. Wat een BLO ben ik, godverdomme. Maar we zijn alsnog gewonnen. Het kutte is dat ik amper shit heb vrijgespeeld door de PlayStation 4, omdat ik dit spel natuurlijk al op PC had. Maar hey, er zijn zoveel dingen bijgekomen en ik wil ze allemaal eens uitproberen. Dus ik denk dat ik dit spel, I don't know, iets vaker ga spelen. Laat het mij weten of jullie dit soort shit meer willen zien. Want ik zei, dit spel is terug wat een beetje aan het opkomen. Weet ik veel op YouTube, veel mensen spelen. Dus hey, misschien zijn jullie er ook geïnteresseerd in. Let me know. En als je het zelf wilt spelen, misschien zelfs met mij dit weekend, ja, dan kun je het gratis spelen. Ik zei het, vanaf 24 tot 27 augustus is dat helemaal gratis, free to play. Op alle platformen, dus check het uit. Ik zal het jullie makkelijker maken en ik zal die links zelfs in de beschrijving zetten. Maar hey, ik ga hiermee stoppen, want ik moet deze video nog helemaal editen en ik ben nog kapot, zoals ik zei, van Pukkelpop en oh my fucking god. Morgenochtend moet ik naar Duitsland, kom ik s'avonds weer terug. Moet ik dinsdagochtend weer naar Duitsland, kom ik weer s'avonds weer terug. Moet ik woensdag nog iets doen? Oh my. Ik heb in ieder geval zoveel dingen te doen en je ziet hoe slecht ik eruit zie en hoe slecht ik mij voel. Mijn stem is weg, maar mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Als je het leuk vond, laat dan zeker vast een like achter hier beneden. Dankjewel voor de 200.000 abonnees. En dan zou ik zeggen, laat me weten als je meer Rainbow Six Siege wilt zien. En tot de volgende. Ciao.